Uit onderzoek is nog maar eens gebleken dat Vlamingen steeds vaker uitgesteld televisie kijken, programma's opnemen en dan de reclame doorspoelen. En dat zou een impact hebben op de reclameinkomsten van vooral de commerciële omroepen. De omroepen krijgen ook steeds meer concurrentie van buitenlandse streamingdiensten, zoals Netflix. Moet de overheid ingrijpen om de lokale spelers te beschermen? En op welke manier moet dat dan gebeuren? Vragen voor meerderheid en oppositie. Dag dames en heren, ik praat met Wilfried van Dalen, Vlaams parlementslid voor de N-VA. En ook met Bart Caron, ook Vlaams parlementslid, maar dan voor Groen, voorzitter ook van de commissie die zich in het Vlaams parlement buigt over de media. Een commissie waar u ook deel van uitmaakt, meneer Van Dalen. Ja, onderzoek. Deze week hoorden we nog de resultaten van onderzoek van consultant Deloitte en ook eerder van Econopolis. Ja, onderzoek toont aan, de Vlaming kijkt steeds vaker uitgesteld televisie, spoelt de reclame door en dat heeft dan een effect op de advertentieinkomsten van de commerciële omroepen vooral. En daar zijn de afgelopen weken een paar vragen over gesteld aan de minister van Media, de Vlaamse minister van Media, Sven Gats, ook door u, Wilfried van Dalen. Afgelopen woensdag nog, bent u bezorgd? Ja, dus het onderzoek geeft aan dat eigenlijk mensen die uitgesteld kijken, en dat zijn er zoals u zegt steeds meer, dat die maar 27% van de reclame bekijken. Zij spoelen door. Dat is in tegenstelling tot mensen die echt real-time, live kijken, daar kijkt 88% of daar wordt 88% van de reclameboodschappen wel bekeken. Slechts in 12% van de gevallen zapt men weg, wat ik ook altijd wel zelf doe, naar een ander programma of een andere zender. Dus daar zit een groot verschil op. En dan schat u de tijd in wanneer u terug moet zijn. Precies. Ja. Maar dat betekent dus inderdaad dat de inkomsten uit de reclame op die manier verminderen voor de omroepen. Omdat de adverteerder zegt, dan hoeft het niet meer voor ons. Precies. En wij vinden die inkomsten wel belangrijk, vooral wat ons betreft dan vanuit de N-VA, omdat wij groot belang hechten aan die eigen Vlaamse producties. Wij hebben graag dat er Vlaamse producties gemaakt worden. Onze kijkers hebben dat ook graag. Je ziet echt wel heel veel belangstelling voor die... Ja, wordt ook internationaal beloond, hè, afgelopen week nog. Precies, het productiehuis Shelter voor de derde keer. Is ook een exportproduct aan het worden. Maar dat kost veel geld, veel meer dan een programma te kopen in het buitenland. Als je het zelf maakt, is het duurder. Dus daar moet je middelen voor hebben. Er is ook een hele industrie die erachter zit, de creatieve industrie in Vlaanderen. En die willen we ook ondersteunen in elk geval. En dus heeft u vragen gesteld aan de minister om te weten hoe gaan we dat oplossen. Mogelijke oplossingen, daar wil ik het straks nog over hebben. Maar deelt u de bezorgdheid, Bart Caron? Ja, ik deel de bezorgdheid, al is het mij nog niet helemaal duidelijk. En dat onderzoek toont dat ook niet exact aan. Wat dat aan commercieel effect heeft op die zenders zelf. Hè. Dus je hebt natuurlijk... Je kan er normaal van uitgaan dat als meer mensen doorspoelen, een reclame doorspoelen, dat de reclameinkomsten gaan dalen. Of anders gezegd, dat men langere tijd blokken, reclameblokken moet hebben, als VTM of welke zender dan ook, om dezelfde inkomsten, hoeveelheid binnen te halen aan reclames. Hè? Ja. En dus dat de blokken langer worden, wat ook weer irritant is voor de kijker. Dus je zit daar in een spanning. Laat ons zeggen... We moeten ook leefbare commerciële zenders hebben. Hè? Ik bedoel, die moeten kunnen een kwaliteitsvol product maken. En daar is Vlaamse fictie, een eigen Vlaamse productie, zelfs breder dan fictie, heel erg belangrijk in. Je ziet het in het kijkgedrag van de Vlamingen. Dus laten we dat ook respecteren. Het is ook een hele belangrijke... Maar goed, er is geld nodig om te koken en dus heb je die advertentieinkomsten nodig. Ja. En als er niet zijn, dan staat die Vlaamse fictie, zoals Wilfried van Dalen zegt, onder druk. Ja. Nu goed, de klassieke televisieomroepen, u noemde al VTM, maar goed, VRT, 4, 5, 6, die hebben natuurlijk steeds meer te maken met een nieuwe speler op de markt, Netflix. Er wordt nu her en der gepleit voor een Vlaamse variant van Netflix. Wie moet daarin zitten? Wel, ik denk dat een Vlaamse Netflix niet meer haalbaar is. Daarvoor zijn we denk ik gewoon veel te laat. En als er iets moet gebeuren, dan denk ik dat er ook in het Europees kader moet nagedacht worden om andere marktspelers te hebben die vooral Europese series en films en zo op de buis kunnen brengen.
En dat zal niet alleen kunnen gebeuren in het Vlaamse land. Ik zou het graag hebben. Europa stimuleert maar, Europese bedoel, producties, hè, voor een goed begrip. Ja, ja, die doen dat, maar die doen dat op een indirecte manier. En via allerlei tussenstructuren. Maar wat belangrijk is, is dat we een goed evenwicht hebben tussen Amerikaanse productie, want daar gaat het over, en Europese productie. En binnen dat Europese verhaal speelt Vlaanderen natuurlijk ook zijn rol. Hè. Maar we hebben, denk ik, zelfs niet eens genoeg massa, ik bedoel, aantal series, om mensen te overtuigen om te betalen voor een soort van Vlaamse Netflix. Hoe graag ik het ook zou willen, ja. Ik ben daarvoor, maar ik denk dat er dat het te laat zijn, ook al omdat Telenet gisteren... Te laat en te klein? Te laat en te klein. Te klein omdat, denk ik, het aanbod in volume te klein zal zijn om mensen te doen betalen. En twee, omdat al een van de belangrijkste spelers, want het zullen niet alleen de zenders zijn die dat kunnen doen. Het zal niet geen nieuwe investeerder zijn, het zal een samenwerkingsverband moeten zijn tussen zenders, distributeurs. Dus, zeg maar, distributeurs, dus Proximus, Telenet, Orange. Zes, dat bedoel ik. En ja. Als Telenet gisteren al de, om commerciële redenen neem ik aan, want het is een Amerikaans bedrijf eigenlijk, hè, de stekker uittrekt, dan denk ik, als de grootste distributeur in Vlaanderen al niet meer meedoet... Dan is het afgelopen. Ja. Einde verhaal. Geen Vlaamse variant van Netflix, die komt er niet aan. Was trouwens ook afgelopen woensdag reden om uw vraag te stellen aan minister Gats. Ja, Telenet laat weten, wij gaan inzetten op Play en Play More. Dus voor ons hoeft het niet. Einde verhaal, zoals Bart Caron zegt? Ja, het is natuurlijk al lang een klacht in Vlaanderen dat heel veel middelen, ook advertentieinkomsten, wegvloeien naar grote internationale spelers. Dus er is al vaker gezegd, we zouden een deel van de koek, een zo groot mogelijk deel van de koek, ook van de advertentiekoek, hier moeten kunnen houden. En dat kunnen we alleen als er een samenwerking komt tussen de verschillende spelers, de omroepen aan de ene kant, de distributeurs aan de andere kant. Heeft gisteren zelf ook gemerkt. Precies, dus de minister had vorige week nog gezegd dat hij daar wel een goed gevoel bij had dat er misschien zou komen en dat kon dan zo'n Vlaamse Netflix ook zijn als een van de vooruitwendigingen daarvan, maar nu is dat meteen al getorpedeerd door het standpunt van Telenet dat zegt, ja, wij doen daar niet aan mee, wij gaan ons eigen ding doen. Is het daarmee afgelopen? Ik weet het niet. Ik denk dat het nog altijd nodig is dat die omroepen en die distributeurs elkaar op een of andere manier als grote mensen vinden. Ja, maar u zegt, we zien advertentieinkomsten naar het buitenland gaan. Als die omroepen en distributeurs gaan samenwerken, dan zit er niet alleen een Amerikaanse speler tussen. Mm-hmm. Orange, voor een goed begrip, is dochter van France Telecom. Is een Franse dochter. Ja, oké. Okay. Maar goed, je zult altijd internationale tentakels hebben. Zeker in het medialandschap, zoals ook in andere bedrijven, zijn die er nu eenmaal. Maar ik denk dat je goed dan ook moet proberen om hier ergens een draagvlak te hebben bij ons. Wat wij ook hopen, is dat de sector het zelf oplost. Hè. Want men kijkt altijd naar de overheid, men kijkt altijd naar de politici om dingen te regelen, om dingen op te leggen. We hebben dat ook gedaan in het verleden. We hebben bijvoorbeeld, het is een beetje moeilijk, maar het decreet signaalintegriteit gestemd, waar wij eigenlijk zeggen, als een distributeur, als een Telenet, een Proximus, een programma neemt van een omroep en dat uitgesteld laat bekijken, maar zij doen daar iets mee, zij hangen daar zelf reclame op, of zij maken het uitgesteld kijken mogelijk, ja, dan moet daar een akkoord zijn van die omroep die de programma's aanbiedt. Ja. Als dat niet zo is, of dan moet daarvoor betaald worden ook om middelen te hebben voor die eigen Vlaamse producties. Dus we hebben dat als parlement opgelegd. Dat gaat al vrij ver. We hebben ook een investeringsplicht opgelegd. Ja. Waar wil ik het straks over hebben, over die investeringsplicht. Maar ik wil eerst nog eens doorgaan op die Vlaamse Netflix. Telenet doet niet mee. U ziet een samenwerking op een of andere manier toch nog mogelijk. Maar met wie dan nog? Ja, we weten dat Medialaan daar toch wel vragende partij afgelopen was om zomer zoiets, al die, om zoiets die te hebben. Stelt, wat Bart zegt klopt ook. Wat Telenet nu in het vooruitzicht stelt, is eigenlijk een afspraak met een Amerikaanse aanbieder. Dus daar hebben we nog niet die eigen Vlaamse producties in het pakket zitten of in het aanbod zitten, of Europese. Dus misschien blijft daar toch nog een gat waar men in kan springen. Met Orange, Proximus en de omroepen. Maar ik denk dat een Europees verhaal veel meer zinvol is. Je hebt de EBU. Maar hoe ziet u dat concreet, een Europees verhaal? Je hebt de EBU. Dat is het samenwerkingsverband van alle openbare omroepen in Europa. Hè. Die zou kunnen trekker zijn om samen met een aantal commerciële omroepen in Europa tot een soort
tot een soort nieuwe bedrijfsvorm te komen, een nieuw bedrijf op te richten eigenlijk, of te ondersteunen, zodat dat we een tegengewicht hebben tegen het Amerikaanse bedrijf. Er zijn een paar voorbeelden geweest van pan-Europese producties die door verschillende landen zijn samengemaakt. Maar er zijn toch, Arte is ook een samenwerkingsverband tussen Frankrijk en Duitsland. Er zijn, ik zeg niet dat het zo moet. Ik bedoel, wellicht zullen openbare omroepen trekker moeten zijn van zo'n verhaal, omdat die commerciële omroepen en distributeurs, zeker niet bij ons, en als u zegt, zo'n verhaal, buitenlandse belangen hebben. Ja, maar goed, als u zegt, trekker van zo'n verhaal, de openbare omroepen moeten trekker zijn van zo'n verhaal, Vlaamse Netflix of Europese Netflix, hoe je het wil noemen, die openbare omroepen, die werken vandaag met gemeenschapsmiddelen. Ja. Ga je de kijker vragen om nog eens te betalen om voorbij die decoder te geraken, bij die Europese Netflix dan? Nou, kijk, als commerciële omroepen niet meewerken natuurlijk, maar wel als ze wel meewerken. Er mag ook een betaalmodel zijn. Kijk, Ik herhaal mijn vraag. Als openbare omroepen met gemeenschapsmiddelen werken en die gaan dan op Europese schaal samenwerken om een Europese tegenhanger van Netflix te maken, dan moet dat toch gratis zijn? Ja, dat zou een gratis verhaal moeten zijn. Behalve als er misschien een aantal aspecten van auteursrechten ook voor kunstenaars en makers en zo in Europa aan de orde zijn. Het zou een laagdrempelig verhaal moeten zijn. Dat is het minste wat ik daar kan over zeggen. Ik zou liever dat er een samenwerking is tussen de commerciële, als een soort van aggregatieplatform. Want dat is het, hè, waar je verschillende dingen samenwerkt. Ik ben even aan het dromen, en misschien is het helemaal niet realistisch. Wat ik wel vind, is dat we onze eigen productie in Europa moeten blijven ondersteunen. Dat die er moet zijn, er moet een voldoende volume zijn en moet van hoog niveau zijn. Het probleem is, Vlaanderen is een klein gebied, ook klein taalgebied. Zelfs met Nederland is het niet makkelijk om series te maken die in de twee landen komen. Ja, hoe kan je dan op tegen een Amerikaanse serie die een afzetgebied heeft die 1000 keer groter is dan een Vlaamse serie? En dat is een handicap die we hebben en die moeten we op een of andere manier compenseren. Wat we via het Mediafonds bijvoorbeeld ook deels doen, hè. We compenseren dat wel. Een goed idee, Europese schaal gaan werken? Ja, maar lijkt me ook niet zo eenvoudig. En dan zitten we inderdaad met onze eigen producties, eigen Vlaamse producties, ook nog niet goed, denk ik. Want dan moeten we ook optornen tegen partners die, hoe dan ook, Bart, groter zijn dan wij. Want die kleine schaal blijft een handicap. Het terugverdieneffect of de terugverdienmogelijkheden in een grote afzetmarkt, zoals Amerika, is natuurlijk die terugverdienmogelijkheid is vele keren sterker dan bij ons. Maar als u het hebt over de openbare omroep, dat is natuurlijk een moeilijke. Hè? Dus dat hebben wij ook altijd gezegd in het verleden, wat u zegt, als het met de openbare middelen gefinancierd wordt. VRT zal zeggen, ja, maar we hebben toch nog altijd 75 miljoen eigen inkomsten en de dotatie van de overheid is 266 miljoen. Oké, maar grotendeels door de overheid gefinancierd. Precies, dus dat hebben wij ook altijd gezegd. Je moet wat door de overheid betaald wordt of met overheidsmiddelen betaald wordt, dat moet gratis beschikbaar zijn. Hè. Toch zeker eerst ook op open net getoond worden, alvorens het achter de betaalwand steekt. We zien natuurlijk wel een hele snelle evolutie nu met al wat rond ons gebeurt. Dus dat zou wel eens een van de discussiepunten kunnen worden de komende jaren. Ook misschien met een nieuwe beheersovereenkomst. Van hoe gaan we daarmee om? Blijven we op dat standpunt of gaan we dat herzien? Ja. Ik vat even samen. De Vlaamse producties staan onder druk omdat de advertentieinkomsten mogelijk teruglopen. U ziet een Europese oplossing om op Europees verband samen te werken. Openbare omroepen moeten wat reeds betaald is niet meer extra gaan laten betalen. Maar goed, de vraag is, zijn die Vlaamse producties, de fictie, zijn die eigenlijk bedreigd? Want misschien zijn het vooral de omroepen die bedreigd zijn, de commerciële omroepen, want die producties worden even goed gemaakt op vraag van de distributeurs. Ja. Ook Telenet laat producties maken, ook Proximus doet dat, die worden internationaal verkocht. Staan die Vlaamse producties eigenlijk onder druk? Nou, ik denk van wel. Hè. We hebben daar in het verleden ook studies rond gezien. Er zijn vele studies, maar een tijd geleden was daar een studie over en die druk blijkt inderdaad te bestaan. Nu, we weten dat van de reclameinkomsten die er zijn, ongeveer 50% besteed wordt aan productie. Mm-hmm. En van die 50% gaat 2/3 naar eigen Vlaamse producties bij de commerciële omroepen. Dus dan zou je kunnen zeggen, nou, dat zit toch goed. Maar blijft wel het fenomeen dat zo'n eigen productie maken vele keren duurder is, ik durf het niet zeggen, misschien 10 keer of meer duurder is, 15 keer duurder is dan zo'n productie aan te kopen in Amerika of in Australië, wat we lange tijd gedaan hebben. Dus dat alleen al maakt die eigen producties bedreigd, doordat ze zoveel duurder zijn. Dus als de middelen krimpen... Zijn niet alleen de omroepen die bedreigd als de middelen krimpen, dan gaat men automatisch minder kunnen maken en gaat men het elders kopen. Ja, het is hier al aangeraakt. De commissie Media, waar u voorzitter van bent, heeft begin dit jaar een regeling getroffen. Hè. De zogeheten niet-lineaire spelers, hè, zoals Netflix, Amazon, worden verplicht om per abonnee een bedrag te investeren
in Vlaamse fictie. Een verplichting die Telenet en Proximus vandaag al hebben, hè? 1,3 euro per abonnee. Er was dus nood aan een gelijkaardige verplichting voor die niet-lineaire spelers? Ja, absoluut. Ja. Je kan, als je een wat heter level player field wilt hebben, gelijke behandeling van alle spelers, dan moet je dat gewoon invoeren. Het kan niet zijn dat, dat Netflix, Amazon, Google, whatever, Apple TV, onze Vlaamse markt kapot gaan concurreren aan betere voorwaarden dan onze eigen spelers. Dus in die zin is het een vrij normale evolutie dat iedereen die geld verdient aan die media ook een bijdrage levert bij die contentcreatie, bij het maken van Vlaamse producties. Alleen is er een fikse discussie ontstaan, deze ochtend nog trouwens, hè, over het bedrag gaat niet per abonnee, het gaat over omzetten waarop een percentage zal moeten betaald worden. En daar is nu een discussie over, want de Vlaamse... Je moet goed weten, we gaan langzamerhand van een model waarbij we naar zenders kijken, naar een model waarbij we naar programma's kijken of naar series kijken. Een Netflix-model, het illustreert, mensen kijken hele lange series. Maar de reden waarom ik vroeg, ja. zijn niet eerder de omroepen bedreigd dan de makers van de fictie? Nee, ja, ik denk wel dat de makers... Want de makers willen wel een correcte vergoeding krijgen voor wat ze doen. Je merkt dat wat nu ingevoerd wordt door Sven Gats... voor die Apples en de Netflixen van deze wereld een te laag bedrag is in hun ogen. Hè? Dat het dus te weinig is om kwaliteitsvolle fictie te maken. En ik vind eerlijk gezegd dat er een correcte, moet correct zijn, wie dan ook geld verdient aan die media, moet een bijdrage betalen voor de productie. En tegen wanneer moet de regeling rond zijn? Het is eigenlijk al in januari voor de eerste keer bij jullie gepasseerd in de commissie. Er is al vaak over gediscussieerd en nu is er een decreet dat de eerste lezing gepasseerd is aan de Vlaamse regering. Dus dat komt binnenkort. Het zal een kwestie van een maand, twee maanden maximum voor het gestemd. Dus lang zal het niet duren. Het is te weinig. Het hele punt is dat we en een bezorgdheid hebben om productie, Vlaamse fictie, en dat we en een bezorgdheid hebben om de leefbaarheid van zenders. Ja. En die dingen sporen niet altijd met elkaar. Moet met elkaar... sporen, als het enigszins kan natuurlijk. Nu, ik hoorde minister Gats ook in zijn antwoord op uw vraag zeggen, ja, ik ben de facilitator, ik heb het studiewerk laten uitvoeren. Het is nu aan de betrokken spelers om te reageren. Verwacht u iets van hen? Ja, we hebben ook altijd gezegd dat de overheid hier een bescheiden rol in moet spelen. Zij moeten als grote jongens, ik heb net ook al gezegd, onder elkaar overeenkomen. Nu, we kunnen een kader scheppen, we hebben dat ook gedaan. Hier hebben we nu over investeringsplicht, waar we aan Telenet Proximus gezegd hebben, jullie moeten een deel van jullie inkomsten investeren in die eigen producties, ofwel forfaitair 3 miljoen per jaar, ofwel per abonnee. En hetzelfde doen we nu voor de over-de-topspelers, zoals dat heet, Netflix, Amazon misschien ook op termijn. En dat is nu 2 miljoen forfaitair, ofwel inderdaad een deel op de omzet. Is dat veel? Ik weet het niet. Volgens die recente studie van Econopolis haalt Netflix bij ons in 2018 49 miljoen euro binnen, hè, in Vlaanderen. Dus als je dan zegt, je betaalt daar 2 miljoen van in een fonds waarmee we dan die Vlaamse producties ondersteunen, dan is dat denk ik zeer redelijk. En het is ook heel logisch dat die meebetalen. Ja, maar om eens terug te keren naar wat de minister zegt. Hè, ik ben facilitator. De mensen moeten er nu zelf uit geraken, zoals grote mensen, zegt u. Ja. Maar hij zegt op het einde van zijn persbericht dat ik op zijn website terugvind. Daarna zal ik nagaan of het mogelijk is om indien nodig regelgevende initiatieven te nemen. Stel dat u dat mag doen, die regelgevende initiatieven nemen. Welke regels zou u dan opleggen? Ja, we kijken nu ook even naar wat Europa nog uit de hoed tovert de komende weken of maanden, want het moet natuurlijk ook daarmee overeenkomen. Stel dat u het mag beslissen. Stel dat ik het mag beslissen, maar voor mij mag dat inderdaad, kort samengevat, een verplichting zijn om bij te dragen aan een fonds waaruit dan die producties kunnen putten. Elke speler, of het nu een omroep is, of een distributeur, of een streamingdienst zoals Netflix, wie gebruik maakt en wie uitzendt, die moet meebetalen. Dat is nu ook zo. Bijvoorbeeld de distributeurs, om Telenet te noemen, die kunnen ook zeggen, ja, wij dragen niet bij aan dat fonds, maar wij gaan zelf investeren rechtstreeks in eigen producties en co-producties. Dat kunnen ze vandaag ook doen en hebben ze ook al gedaan. Ook Netflix heeft nu trouwens voor het eerst geïnvesteerd in een Belgisch-Nederlandse reeks. 1,5 miljoen, als ik het goed heb, waarbij ze toch ook wel aangeven dat ze de zin daarvan inzien. Ja, stel dat u die regelgevende initiatieven mag nemen? Wel, ik denk dat het een geheel is van zaak. De kwestie is dat we met het doorspoelen van reclame, daar moeten we een oplossing voor vinden. Hè. Wat het ook mogen zijn, ik ben niet tegen het verbod op doorspoelen,
Dat is een heel moeilijke zaak om zoiets terug te draaien. Het comfort van de kijker staat hoog in aanzien. De vraag is, hoe kan je toch een inkomstenmodel voor zenders creëren? Maar ik denk dat de zenders zelf bij hebben om het model te veranderen, om minder lange reclameblokken te maken. En dan is de vraag van, het is een open vraag ook voor mij waar ik geen hard antwoord op heb. Als een reclameblok maximaal 2 minuten zou duren, zou je dan bezwaar tegen hebben dat je niet kan doorspoelen? Want 2 minuten blijkt... Maar goed, we hadden het over regelgevende initiatieven. Kan je dat opleggen? Dat kan je opleggen. Het decreet signaalintegriteit en het mediadecreet zijn kaders waarbij nu ook vandaag op basis van Europese regels concrete invulling zijn. Zoveel minuten per uur, zoveel... Dus je kan dat doen. Je kan dat verfijnen eventueel. Maar het kijkerscomfort staat bovenaan, maar there's no such thing as a free lunch. Dus op een bepaald moment moet het ergens betaald worden. En ofwel is dat maar reclame, ofwel zal de abonnee gevraagd worden als u geen reclame wil zien. Betaal 5 euro, 10 euro extra per maand. Het Spotify-model heeft u het ook al eens... Het Spotify-model. En ik denk eerlijk gezegd dat het laatste model wellicht het meest haalbare model is. Ja, wie geen reclame wil, die betaalt een beetje meer voor zijn abonnement. En wie zo, dat niet wil betalen... Is dat Play and Play More en dan een gelijkaardig geval? Nu, wat het Vlaams parlement ook gedaan heeft voor de zomer, is de omzetting naar decreet van de Europese verordening die onze privacy beter moet beschermen, de GDPR. Oh ja, nu, in die studie van Iconopolis wordt zogeheten addressable reclame aanbevolen, gepersonaliseerde reclame. Als mannen samen naar voetbal kijken, dan willen ze geen reclame zien over deodorant voor vrouwen of voor pampers. Nu, als je gepersonaliseerde reclame wil uitzenden, dan moet je natuurlijk wel weten wie er kijkt. Hè. Dat is lastig, hè, met GDPR te verzoenen. Ja, dat is een moeilijke. Ik denk op het eerste gezicht zeggen we allemaal van ho, ho, ho. Hè. Het is Big Brother in het kwadraat. Hè. Dus iedereen gaat volgen wat je doet, gaat dat bijhouden. Je merkt het ook zelf nu al. Als je iets opzoekt op... Het is wel een van de aanbevelingen. Als je iets opzoekt op internet, je wil een nieuwe koffiezetapparaat kopen, dan krijg je 2 weken later nog altijd advertenties voor koffiezetapparaten. Daar heb je natuurlijk al lang in gekocht. Dus we zien het allemaal gebeuren en je denkt dan, oei, dit is toch een inbreuk op de privacy. Nu, ik denk dat zelfs met die nieuwe GDPR-richtlijn, dat die targeted advertising of die, men heeft er inderdaad nu een nieuwe term voor, die addressable reclame, dat je daar bijna niet meer onderuit kunt en dat het wettelijk ook wel binnen de perken valt. Maar als je zegt niet onderuit kunt dat het er zit aan te komen, of dat we het vooral dat het al bezig is, dat het er niet alleen zit aan te komen, is. Goed, de bedoeling van GDPR was online, op het internet, ons daartegen te beschermen en nu gaan we het misschien via de beeldbuis terug invoeren. Het gaat veel verder dan alleen maar beeldbuis. Het gaat zover als jij met je GPS ergens naartoe rijdt en je hebt de dag voordien ergens sexy lingerie voor uw vrouw opgezocht op internet, dan gaat die GPS u dat doorgeven en zeggen, ah meneer Joris, u passeert daar voorbij een interessante winkel en aangezien u geïnteresseerd bent in dat product, ga er eens langs. We kunnen er even mee lachen, maar de studie van Iconopolis wordt het gesuggereerd als aanbeveling om op die manier een deel van die verloren reclamekoek terug te winnen. Maar goed, gaan we dan via de buis binnenhalen wat we online proberen te vermijden door die GDPR-regeling? Moeilijke kwestie, hè? Hele moeilijke kwestie. In mijn hart zeg ik, oh nee, dat gaan we toch niet doen. Aan de andere kant ben ik realistisch genoeg om te zeggen, als we een betaalbaar televisiemodel willen hebben, en we willen niet iedereen met hogere belastingen confronteren, dan moet het op een andere manier gebeuren. Als er opt-out en opt-in mogelijkheden zijn, dus zeg maar de keuzemogelijkheid om mee te doen daaraan of niet, dat zou wel een eerste factor zijn, dat moet heel makkelijk zijn en makkelijk te realiseren. De keuze bij de kijker bedoel je? De keuze bij de kijker. Ik denk dat dat een heel belangrijke kwestie is, dat de kijker er kan afstand van doen. Dat hij niet verplicht is om in zo'n model mee te gaan. Aan de andere kant zijn er ook mensen wel meedoen, omdat ze wel degelijk meer geïnteresseerd zijn in reclames. Die in hun belangstellingssfeer liggen. En andere dingen niet. Wie nooit bier drinkt, wil geen reclame voor bier krijgen. Hè? Maar die wel voor... En in die zin... met opt-in en opt-out krijg je toch ook keuzemogelijkheden. En denk je, is er al een weg af te leggen. Maar het helemaal openleggen vind ik niet kunnen. Maar wel een taak voor jullie als parlementsleden om dat decretaal kader te schetsen waarin het kan. Dat is ook bezig. En ik denk wat Bart zegt, dat is een minimum natuurlijk. Dat je kunt zeggen, ofwel ik doe mee of ik doe niet mee. Ja. Maar
dat zal ook niet van een leien dakje gaan. Nee. Want ja, dat is denk ik ook een heel systeem dat je daar dan aan moet hangen om dat allemaal mogelijk te maken. Ja, nog één vraagje. Zijn we niet voortdurend de feiten aan het achterna lopen? Want in die simulaties, onder meer die van Iconopolis, gaat het altijd over die commercieel interessante doelgroep van 18 tot 54 jaar. Nu, de generatie daarna, de huidige kinderen en tieners, ja, die kijken vooral YouTube. En Netflix. Ik zie toch mijn eigen kinderen ook naar YouTube kijken. En is daar geen regelgeving nodig om bijvoorbeeld hen te beschermen, ik zeg maar wat, tegen beelden die eigenlijk niet voor kinderogen zijn bedoeld? Een hele moeilijke kwestie. Valt dat te regelen? De nieuwe mediarichtlijn gaat dus in deze ook over niet-lineaire spelers. En verbreed. De vraag is, hoe ver kan je gaan? Kan je ook technologisch daar wel grip op hebben? De feit is dat het kijkgedrag van jonge mensen helemaal anders is. Zendertrouw bestaat bijna niet meer. Er bestaat een soort van interesse en zij kiezen zeer selectief wat ze willen zien en wat ze niet willen zien. Dat zal denk ik veel meer druk op de aanbieder zetten, trouwens dan de reclameblokken en het doorspoelenverhaal. Dus dat is niet de toekomst. Maar die jonge mensen zullen op een bepaald moment ook een rekening moeten betalen. Hè? Ja, maar... En dus in die zin, dat is één aspect. De bescherming van minderjarigen, want daar heb je het over. Dat was het waar. Ja, ja, dat is een hele moeilijke. Ik denk dat mediawijsheid in de klas en mediawijsheid thuis enzovoort, dat we de weerbaarheid van jonge mensen moeten versterken, dat we hen tools moeten aanreiken om daar zelf mee om te gaan. Want de grote censuur op het internet zetten is gewoon onmogelijk. Ja. Geen censuur, maar goed, kinderen en jongeren beschermen tegen een aantal beelden die misschien niet voor hen bedoeld zijn. Zit daar werken voor parlementsleden? Ja, wat u zegt is natuurlijk waar. Wij huppelen achter de feiten aan. Dat is het drama van de politiek of de frustratie van de politiek. Het bedrijfsleven, de sectoren, de realiteit gaat altijd sneller. Dat is één. Twee, een glazen stolp zetten over je kinderen. Probeer het niet. Het zal u niet lukken. Dus je moet ze inderdaad wapenen. En informeren en proberen instrumenten te geven om daarmee om te gaan. En daar moeten we op inzetten, daar zetten we ook op in. Deze Vlaamse regering heeft die middelen ook verhoogd. Ja. Ik denk dat dat belangrijk is, dat echt ze afschermen voor. Dat kunnen we niet. Kinderen zijn ook heel creatief trouwens. Zelfs al op hele jonge leeftijd vinden ze zelf wel hun weg naar platformen waar wij niet eens het bestaan van vermoeden. Dus die glazen stolp werkt niet. Oké. Bedankt in elk geval allebei voor dit gesprek. Wilfried van Dalen van N-VA, Bart Caron van Groen. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.